Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta op dit moment in de Knol Power Studio. En wat ik hier vandaag ga doen is echt ongelooflijk. Zien jullie al deze Pokémon kaarten bij het Knol Power logo? Deze allemaal, dit is echt bizar. Die ga ik hopelijk allemaal vandaag openmaken. En ik ga Fortnite doen en over 20 seconden ben ik al live. Dus ik moet snel de camera wegzetten. Myron neemt vandaag de vlog over. Dus ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog voor Myron. En ik ga 12 uur lang live op Twitch. Let's go! Oké, let's go. Ik neem jullie vandaag dus mee. Ik weet nog niet zo goed wat ik ga doen vandaag. Aangezien ik ook wel een beetje thuis moet blijven. Want Enzo is natuurlijk 12 uur live. Dus als hij zin heeft in iets van eten of drinken, dan moet ik eigenlijk wel een beetje hier blijven. Wat ik sowieso ga doen vandaag is 4 bak/kookvideo's opnemen voor KP Active. Ik heb inmiddels 4 recepten die ik graag wil maken. Dat is namelijk een rode bieten risotto. Die heb ik ook al eens gemaakt in de vlog. Dus waarschijnlijk kennen jullie die wel. Ik ga wentelteefjes maken. Ik ga een groene smoothie maken en ik ga een ijskoffie maken. Dus die 4 dingen komen binnenkort online op KP Active. En daardoor blijf ik dus ook gewoon lekker thuis. Maar ben ik hier aan het opnemen en kan ik Enzo helpen als hij hulp nodig heeft. En verder, ik heb geen idee. Misschien kunnen we nog even gaan kijken bij de nieuwe woning. Ik ga sowieso nog even naar Milan. Want daar staan alle koffers. Dus misschien kan ik alvast wat op Vinted zetten. Of alvast wat foto's maken voor Marktplaats. Want we gaan natuurlijk al die items gewoon verkopen. Er staan inmiddels ook al wat items op Vinted. Dus check het even in de beschrijving. Daar staat het linkje van Enzo's Vinted. Mochten er nog spulletjes zijn, want het gaat heel hard. Dus ja, laten we naar de supermarkt gaan. Ik ga natuurlijk niet in deze video de bakvideo's laten zien. Daarvoor moet je echt KP Active checken. Maar we kunnen natuurlijk wel samen boodschappen doen. Wat een lawaai zeg! Hallo! Sowieso zijn ze hier bij ons, hier in de straat, aan het verbouwen, een woning. En daar beginnen ze 's ochtends vroeg altijd heel vroeg mee. Dus meestal, tenminste, en zoals vanochtend wakker geworden, ik word er meestal niet wakker van. En ik vind het ook lekker om met het raam open te slapen. Maar de laatste tijd slapen we met het raam dicht, omdat Enzo dus elke ochtend wakker wordt van die verbouwing daar. Maar aan de andere kant denk ik ook van, wij zijn ook aan het verbouwen in Soesterberg. En we horen van Milan wel eens, jeetje, ze stonden er vanochtend al om 7 uur. Dus eigenlijk kunnen we wel een beetje soort van meedenken hoe dat voelt als ze zo vroeg ergens beginnen. Wij wonen daar natuurlijk nog niet. Maar we hebben er hier ook last van. Dus, last van. Het moet natuurlijk klaar. En als het eenmaal af is, dan denk je van, waar zeurden we eigenlijk over? En ik zei ook tegen Enzo, je kan het ook omdraaien. Want als je dan om 7 uur wakker wordt, dan kan je ook denken van, oh, ik ben wakker, ik ga nu mijn bed uit. Maar dat gebeurt niet. Maar ik vind het nooit heel erg om vroeg wakker te worden door lawaai of iets dergelijks. Maar ja, bij de nieuwe woning, ik ben heel erg benieuwd. Want ze zijn dus echt elke dag bezig met 3 of 4 man. Dus het moet nu wel heel snel gaan. Dus ik denk als we vandaag heen gaan, dat we wel weer verandering zien. Dus ja, ik denk dat het wel een doel is om vandaag nog eventjes te doen. En misschien even genieten van het mooie weer. Want nu we buiten lopen, het zonnetje schijnt echt heerlijk. En het is helemaal niet zo koud. Dus sowieso even buiten misschien een wandeling of iets dergelijks maken. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden dat ik de vlog overneem. Ja, omdat Enzo natuurlijk 12 uur live is, kan hij niet zelf vloggen. Dus ja, dit is een keer iets anders. Appelazijn honing. Mooi hoor. Dat klinkt wel lekker. Zie. Nee, ook voor jou mee. Stay till the morning light. Oké, de boodschappen zijn gedaan. Ik ben weer thuis. Ik heb besloten dat elk recept die ik straks ga opnemen voor KP Active, ga ik wel aan jullie laten zien als het helemaal af is. Dus dat jullie wel een beetje een idee hebben van wat ik precies gemaakt heb. Maar ik ben weer thuis en ik hoor mensen schreeuwen.
Hij is lekker aan het plassen. Ik ga plassen met de deur open. Zo, je hebt even pauze. Wow, ik heb zojuist... Plaspauze. Ja, spanningsplasje. Ik heb 3 potjes achter elkaar gewonnen. Niet. 1 keer solo, 2 keer duo. Ik maak geen grap. Hoi joh. Dames en heren, deze livestream is crazy. Maar ik denk dat heel veel mensen het ook wel gezien hebben dan, toch? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nice. Ja, lekker wezen. Dus het gaat goed? Nee, het gaat super slecht. Oké, nou dan ga ik snel koken, ja? Tuurlijk gaat het goed! Hey, ik heb lekkere lunch. En ik ga ook ijskoffie maken en ik ga een smoothie maken. Dus ik kom straks alles bij je brengen, ja? Kan ik dat, so much. Kan ik dat filmen voor de vlog? Als ik zeg maar het recept af heb dat ik het bij jou breng en dan dat jij het proeft? Tuurlijk. En dat dan voor de vlog is? Tuurlijk, dat kan. Leuk. Ik ga weer naar binnen. Oké, doei! Ciao! Succes! En ik hoor Bas hier volgens mij al de boodschappen uitpakken. Nou, wat een toppertje ben jij, zeg. Ja, toch. Wow, je hebt je speciaal gekleed voor deze supermarkt. Oh, het mes echt precies. Holy shit, ik kan er niet eens achter. Hey, nice. Oh, we hebben die gember. Geef die gember. Ik ga de Enzo geven. Oh. We hebben een gembershotje gekocht. En ja, dat is eigenlijk heel vies. Maar ook wel weer leuk. En het is gezond. Dus ik dacht, ik neem het mee voor Enzo. Dus ik ga het meteen aan hem geven. Oh. Huh? Hey, wat ga jij me geven? Oh, dames en heren, het is tijd voor een gembershot. Het is serieus tijd voor een gembershot. Wat is het voor smaak? Ja, dit is dus een nieuwe. Deze lijkt me oprecht lekker. Lekker, er staat appelazijn. Ja, is toch lekker. Maar voor de rest, honing en sinaasappelsap lijkt me wel heerlijk. Ja. Nou, ik zit al in een battlebus. Dus ik moet in een battlebus. Oké, daar gaat hij. Zo, je hebt er bijna prik in geschud. Wow! Bah. Lekker? Oh, branden! Oh, wauw! Ja, is die erg? Zo, die voel je wel branden, ja. Holy moly. Oké, nou, ik ga dan nu even een atje doen met Bas. Oh, atje voor de sfeer. Voor de sfeer. Atje voor de sfeer. Oké, en ze zeiden dat het heel erg brandde. Zat het uit. Oh ja, wow, ik heb hier altijd de stream op. Zo ziet dat er dus uit. Als Enzo aan het streamen is, dan heb ik altijd de televisie hier aan staan. En dan kan ik een beetje meeluisteren terwijl ik andere dingen aan het doen ben. Dat is eigenlijk super lief van je. Dat je gewoon eigenlijk ja, maar... zo goed support. Tuurlijk, ik ben toch ook benieuwd. Als we nu net thuis waren geweest, dan hadden we gezien dat hij 3 keer achter elkaar Victory Real gehaald heeft. Ja, en sowieso, heel vaak horen mensen van, yo, maar kan je even wat cappuccino halen? En dan denken mensen, hoe kan je daar komen? Maar ja. Ik vond dat je hier aan het kijken bent. Ja, ja, klopt. Nou, die past ook al bij je shirt. Yo, ik ben echt in het gele vandaag. Oké, ja, en ze zeiden dus dat het heel erg brandde, dus ik ben nu wel een beetje bang. Sinaasappel, appelswijn en honing. Ik dacht door die honing is misschien wel een beetje zoet geworden, maar... Oh, dit vind ik zo naar. Kom. Oké, 3, 2, 1. Oh! Yes, nice! Oh. Maar deze valt oprecht mee. Ja, veel minder. Ik heb wel eens erger gehad. Nee, ik vind deze serieus. Wow, dit is de eerste waarvan ik denk... dat die heel erg mee valt. Oh, ik ben niks gewend. Maar het is echt op dat... dat het echt badass gewoon. Nee. Maar ik heb echt erg gehad op deze. Ik heb wel eens gehad dat mijn hele keel in de fik stond. Ja, van die vorige... Oh, heb je dat nu? Ik heb dat nu niet. Ik heb wel een beetje dat gevoel. Een heel klein beetje, maar wel lekker. Maar wel beter. Die honing maakt het wel echt beter, hoor. Ja, oké. Okay. Voor de mensen die gembershots niet lekker vinden, deze moet je echt een keer proberen. Dit is dus met sinaasappel, appelazijn en honing. Want waarvoor is gembershot eigenlijk goed? Zullen we dat eens opzoeken? Gember biedt een bron van gezonde eigenschappen. Het bevat vezels en diverse vitamines en mineralen die je lichaam beschermen tegen ontstekingen. Het helpt tegen misselijkheid en menstruatiekrampen en het bevordert de opname van voedingsstoffen, terwijl het anderzijds de insulinegehalte helpt reguleren. Gewoon heel veel moeilijke woorden. Goed! Het is dus gewoon heel gezond, gember. Yeah. En heel veel mensen drinken ook gemberthee. Dat moet je ook lekker vinden. Maar op zich gember, thee met citroen en een beetje honing, dat is echt lekker. Sowieso ook mijn vader die had laatst maagzuur. Ja. Die had gemberthee genomen. Gelijk maagzuur. Ja, weg, ja, dat schijnt echt goed te zijn. Ja, heel veel mensen denken dat je melk moet drinken, yoki en dat soort dingen. Maar dat moet je juist niet drinken. Chocola ook niet nemen. Nee, klopt. Want dat is echt veel slechter. Dat maakt het juist aan. Dus ja, maar die menstruatie kramp vind ik ook wel echt goed. Ik wist dat niet, maar ik heb daar niet over last van. Maar er zijn natuurlijk heel veel meiden die daar echt veel last van hebben. Dus dan zou ik het echt een keer proberen. En dan vooral deze dus, met de honing weer. Ja, die is wel echt beter dan die andere hoor. Oh, shit. Ja. Het scheelt wel. En op de achtergrond hoor je Enzo deze te schieten. Ik hoop niet dat het te afleidend was. Wow, rustig.
Pak ze allemaal. 3 Victoria's. Dan gaat nu voor de vierde. Vierde, ik hoop het. Oké, ik heb hier dus al wat ingrediënten liggen. Nu ziet het er super random uit. Maar dat komt natuurlijk omdat het 4 recepten zijn. Dus ja, laten we hier even iets lekkers van gaan maken. Het eerste recept gaat worden de wentelteefjes. Gaan we nu Enzo zijn mening vragen? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, we gaan sowieso die bounty even activeren hier. Ja, we gaan die bounty even activeren. Hey, oh, Cobra, momentje. Wow, yo. Damn. Lekker hoor. Ja, hè? Wauw! Weet je wat echt zieke timing is? Nou? Ik ben dus met Cobra aan het spelen en ik was aan het praten en hij reageerde niet meer. Dus ik zei, gast. En toen ik hoorde, ja, ik ben er weer, ik ben er weer. Ik zei, wat ging je doen? Hij zei, ik ging even een bammetje halen. Dus hij ging boterham eten. Toen dacht ik, oh, ik heb eigenlijk ook wel trek. En nou, gewoon nog geen 2 minuten later komen jullie binnen. What? Heel lekker. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Cameraman om te proeven. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. Hou jij ook niet zo van groente, of wel? Jawel. Ja? Spinazie is wel lekker. Oeh, nou dan ga je dit wel lekker vinden. Hier zit geen spinazie in, toch? Jawel. Echt? Bas, wat ligt daar? Wat is dit? Oh mijn god, is dat dit? Kijk, weet je wat het probleem is? Jij eet altijd diepvriespinazie. Ja, die blokje. Oké, okay, ik ben benieuwd. Dit ziet er echt een beetje uit. Ja, ik wil niet het beledigen, maar het lijkt een beetje op kots of zo. Nee, dat mag je niet zeggen. Dan gaan mensen thuis straks niet meer proeven. Nee, het ziet er best wel lekker uit. Nee, maar eigenlijk is het heel gek dat wij dit er niet lekker uit vinden zien. Terwijl het er echt heel mooi uitziet. Waarom is groen meteen niet lekker? Ik weet het. Van die kinderseries heb je altijd als dat is het. Vroeger, dan is altijd, komt groene smurrie uit hun mond. En nu denk jij, door omdat je jeugd dat een soort van associatie heeft met dat het slecht is. Dat denk ik ook. En omdat heel veel kinderen geen groente lussen bijvoorbeeld. Wow, eerst denk je van sla. Je proeft dan sla, maar daarna denk je, wow, yo. Banaan, hè? Banaan. En er zit maar 1 banaan door en die banaan overheerst enorm. Wow, inderdaad. Wow, dit vindt iedereen lekker. Dit moet je echt gaan proberen. Oké, daar gaan we. Met groene smoothie. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ik heb hier een heerlijke groene smoothie voor jou. Wauw, dat ziet er goed uit. Bas en ik hebben al geproefd. Meen je? En het is heerlijk. Oké. Nu begin ik te twijfelen. Hoezo begin je te twijfelen? Ja, omdat jij zo'n beetje naar Bas keek. Oké, nou, hier is jouw groene smoothie, schat. Oké, daar gaan we. Proef ik spinazie? Oh, hij proeft dat. Hoezo? Ja. Nou, het is wel te doen. Vind je niet echt lekker? Nou, jij vindt het te doen? Ik vind het te doen, ja. Echt? Wow, ja, wij vonden hem echt lekker, want je proeft echt banaan. Ja, hij is wel fresh. We gaan weer naar Enzo. Hey, zie je wat ik gedaan heb met mijn shirtje? Gewoon dezelfde, nou niet dezelfde kleur, maar wel bruin. Oké, hier hebben we onze tester. Oh, kijk wat we hier hebben. Link is er ook bij. Maar jij lust geen koffie toch, Link? Nee dat is geen koffiedrinker. Oeh, ik wel. Jij wel. Ja. Ik heb hier voor jou een zelfgemaakte ijskoffie. Oeh, ruikt goed. Met een klein beetje karamel. Mmm, lekker. Mmm. Je mag roeren. Je hebt misschien juist wel lekker, want er zit karamel een beetje mengen. Ja, ik vind dat meestal wel fijn om te mengen zo door die koffie heen. Snap ik. Koffie, karamel, koud. Ja, het lijkt alsof ik zelfs een beetje slagroom proef. Wat zit er niet in? Er zit wel melk in. Zo goed heb jij het gemaakt. Dat kokosmelk. Ja, het is lekker. Ja? Ja. Nou, mag je houden. Ha, fijn, dankjewel. En Link die zat zo te kijken van... Gadverdamme.
Wow, dit ziet er heel goed uit. Ja, jij moet het even proeven en een cijfer geven. Dit is die rode bieten. Zo, maar jij hebt voor elk gerecht heb jij een bepassende kleur. Klopt. Ik had net koffie, had ik bruin, nu rode bieten en rood. Ja. Dat doe je leuk. Is goed, hè? Ja. Oh, het is lekker warm. Ja. Beetje zo. Marshmallows op? Nee. Oh. Marshmallows? Maar marshmallows vind ik wel lekker. Is het echt lekker, hè? Echt niet normaal. Nice, ben je blij met het resultaat? Ik ben super blij met het resultaat. We hebben gewoon 4 video's opgenomen. Sowieso shout-out naar Bas, want Bas heeft echt heel veel uit de hand gefilmd voor mij. Normaal dan heb ik hem gewoon vast op het statief staan. Maar nu heb ik heel veel mooie shots en we hebben mooie foto's gemaakt van elk recept. Ja, toch. Ja, dat hebben jullie gezien. Jullie hebben elk recept gezien toen hij af was. Maar wil je nou weten hoe we het maken of hoe ik het maak? Dan moet je natuurlijk de video's checken. Maar ik vind het echt kloten dat ik dit nu niet mag eten. Heb jij dit al geproefd? Nee. Heb je dit nog nooit gehad? Nee. Echt niet? Nee, ik moet het ook proeven. Oh, ga jij dit even proeven? Yeah. Hou je van rode bieten? Nou, niet echt. Dus ik ben benieuwd hoe ik dit ga... Vroeger had ik rode... Ja, ik ben natuurlijk wel wat ouder geworden. Dus misschien dat ik het nu wel lekkerder vind. Ja. Maar vroeger had ik met rode bieten ook dacht, nou, niet weer rode bieten. Toch? Oh, echt? Nou, je moet alles een beetje met elkaar innemen. Een beetje rucola. En ook zo eentje, zo'n rode biet. Ja, die. Gisteren zei hij nog, Marjon heeft nog nooit iets gemaakt wat ik niet lekker vond. En 3 keer raden, weer lekker. Ja? Zweer het je, wow, dit is echt. Dit is zo raar, want rode bieten ben ik echt niet fan van. Maar dit smaakt helemaal niet naar rode bieten zoals ik het gewend ben. Uit zo'n diepvrieszak, weet je wel, echt van die snap wat je kleine bedoelt. Dingetjes. Dit is gewoon... Veel kruidiger, omdat het met bouillon gemaakt is. Dat is het. Nice. Heerlijk. Bas echt, lust het gewoon. Wat voor cijfer zou jij het geven? 8,5. Echt? Nou, dat vind ik echt hoog. Maar dat is wel omdat ik het super lekker vind. Maar in de zin van, omdat ik het normaal nooit lekker vind, ja, is mijn cijfer wat lager. Maar omdat dit echt eruit springt, geef ik het een 8,5. Maar ja, zoals ik net al zei, we kunnen dit nu niet eten. Dus ik ga het mooi in een bakje doen en dan kunnen we dit morgenavond eten. Dat is wel echt top. Gaan we morgen echt smikkelen. Wel lekker smikkelen. En dan ga ik nu nog even op de scooter snel naar de supermarkt. En dan halen we frietjes voor in de airfryer. En dan cordon bleu en een broccoli, denk dat ik. Ja, en een broccoli. Dat is ook super lekker. Ik vind, op zich, ik ben wel een beetje klaar met koken. Omdat we nu 4 recepten hebben opgenomen. Maar broccoli, vlees en airfryer frietjes is echt makkelijk om te maken. Dus dat heb ik zo klaar. Dus dat ga ik nu doen. En dan hoop ik dat we straks nog even naar de nieuwe woning kunnen. Ik denk dan na het eten. Want daar hebben we nu eigenlijk geen tijd meer voor. We zijn echt de hele dag bezig geweest. Boodschappen zijn gedaan. Ik heb hier cordon bleu. Want daar hadden Enzo en Link heel veel zin in. Ik heb een broccoli. Ik heb... zoete aardappelfrietjes en ik heb normale aardappelfrietjes. Ik heb de airfryer alvast eventjes aan. Die moet altijd even verwarmen. En hier staat de risotto nog. Dus mocht er niet genoeg zijn, dacht ik nog, nou dan kan ik altijd nog een hapje risotto nemen. Maar ik denk dat het wel nog weer genoeg is. En anders heb ik ook nog een broccoli in de koelkast liggen. Gaan we weer koken. A few moments later. Dit is dus een van de redenen waarom ik zoveel respect heb voor Enzo en voor het filmen en voor het vloggen wat hij doet. Tuurlijk help ik hem met zoveel mogelijk dingen. Maar nu is het mijn taak om te vloggen en ik heb gewoon niet gefilmd tot het eten klaar was en dat we lekker gingen eten. Het zit al lekker in mijn buik en ik ben het gewoon vergeten. Oh, inderdaad. En ik heb de tafel schoon en alles. Ik ga naar de wc en ik denk in één keer van, ik heb helemaal niet gefilmd. Terwijl ik tegen jullie zei, nou dan ga ik nu koken en uiteindelijk, en jullie hebben het helemaal niet gezien. Het spijt me. Ja, sorry. Dan ga ik nu maar eventjes mijn trui aan doen. En dan gaan we echt nog wel even naar een nieuwe woning. Want dat wil ik wel doen. En dat heb ik aan het begin van de vlog beloofd. Dus trui aan, broek dicht. En dan gaan we er even vandoor. Even snel kijken wat er gebeurd is. Misschien hebben ze wel de deksel op de kelder gemaakt. Ik weet niet of dat al kan. Want ze hebben natuurlijk net beton gestort. Nou, hier liggen schoentjes. Zo, perfect. Neem ik jullie mee naar de nieuwe woning. Het lijkt alsof er niet zoveel gebeurd is. Maar ze hebben natuurlijk dat beton gestort. Dus misschien moeten ze dan wel gewoon een aantal dagen wachten voordat ze verder kunnen. Ze hebben sowieso ook de isolatie helemaal zo rondom gemaakt. Maar dat hadden ze toen ook al gedaan. Hier ligt wel iets. Geen idee wat het is. Laten we eerst even naar de achterkant lopen, naar de aanbouw. Kijken of daar iets gebeurd is. Die muur ziet er nog steeds wel zo vet uit. Ik weet niet. Ik vind het zo groot. Elke keer als ik hier loop, denk ik, jeetje. Dat dit er gewoon allemaal bij komt. Kan dat? Is hier iets veranderd? Ja, misschien dat ze hier die leidingen hebben gelegd. Hier staat op schakelaar, kelder, trapspot, keuken,
Echt zo knap dat je dit kan. Ik snap niet hoe ze dat dan straks weer gaan gebruiken en dat dat straks gewoon allemaal werkt. Oké, gaan we naar de studio kijken. Misschien dat daar iets gedaan is. Dat denk ik eerlijk gezegd niet, want daar moeten dus de stucadoor langskomen. Maar in week 19 wordt de keuken geleverd. Dus dan moet de stucadoor geweest zijn. Even kijken. Ik zie geen verschil. Zien jullie verschil? Hier heel donker, maar nee, hier is niks veranderd. Hier komt dus dan straks de keuken in dit hoekje. Oh, als dat straks erin staat en echt gewoon de muren straks helemaal strak zijn, dan is het echt groot verschil, denk ik. Nou, dan moet er binnen iets gebeurd zijn, denk ik. En begrijp me niet verkeerd, waarschijnlijk zijn ze de hele dag bezig geweest. Maar je hebt natuurlijk ook projectjes die minder zichtwerk hebben. Dus dan zijn ze misschien de hele tijd bezig. En dan komen wij in de avond en dan zeggen we van, nou, ik zie niet wat er gebeurd is. Dat is natuurlijk ook wel een beetje lullig. Maar ja, ze zijn de hele dag bezig geweest als het goed is. Ik heb het niet gevraagd, maar het lijkt me wel. Dus ze zullen vast iets nuttigs gedaan hebben. Misschien binnen. We gaan nu even binnen kijken. Oké. There we are. Eens even kijken. Per kamer gaan we even kijken of iets veranderd is. In deze kamer niet. Hier is het plafond dus gedaan. Hier hebben ze ook het plafond gedaan. En hebben ze slangen neergelegd. Ik heb geen idee waar die voor zijn. Die lagen er volgens mij de vorige keer niet. Hier. Oh, hier hebben ze wel plankjes gezaagd, lijkt het. Ik weet niet of het hier de vorige keer ook al klaar was. Maar hier moeten ze het nog wel doen, die plankjes. Dit is de enige ruimte volgens mij waar ze het nog niet gedaan hebben. Want hier in de gang en alles wel. Hier beneden niks te zien. Misschien boven. Het zou wel leuk zijn als er nog iets is wat ik jullie kan laten zien. Anders was het gewoon even een leuk tripje richting Soesterberg. Hier staat wel van alles. Dit lag er gisteren allemaal niet. Ik snap het. Dit, wat je hier ziet, zijn ze nu mee bezig. Dat zit aan de andere kant wel al. Die schuine kant, wat je hier ziet, dat hebben ze hier dus nu gemaakt. Maar nog steeds niet iets waarvan ik denk, wow. Hierboven misschien? Nee, hierboven sowieso niet. Ja, jammer! Dat vind ik zo jammer. Nee, hier is niks veranderd. Zo, ik ben gewoon een beetje buiten adem van het lopen en het traplopen en het praten. Maar nee, niks veranderd. Shit! Ik had stiekem gehoopt dat ze dit muurtje hier hadden neergezet. Want hier komt dus de douche zoals we volgens mij in de vlog van eergisteren verteld hebben. Dat hier een muurtje komt. Ter hoogte van die muur. Dus dan zeg maar dit stukje zo. En daar komt de douche achter. En ze zeiden dat ze daarmee bezig zouden gaan. Dus ik hoopte dat die klaar zou zijn. Ik ga straks wel even appen naar de aannemer om te vragen wat ze precies nog van plan zijn deze week. Want morgen is natuurlijk ook nog een werkdag. Dus misschien dat ze morgen wel iets gaan doen wat we kunnen filmen. Maar goed, dan gaan we de deur op slot doen. Dan gaan we hier weg. Het spijt me, ik kan jullie niks laten zien. Tenminste, ik heb jullie iets laten zien. Maar niks waarvan ik denk, oh, dat hadden jullie nog niet gezien. I'm sorry. Nou, dan gaan we weer naar Zeist. Op zich valt het nu in de avond best wel mee hoe lang het rijden is naar Soesterberg. Ik denk serieus dat ik het nu in 10, 12 minuutjes gedaan heb. Maar overdag, dan doe je er echt soms wel 20 minuten over. Omdat de stoplichten, als je die allemaal tegen hebt en je rijdt door het dorp van Zeist, dan kan het wel echt super druk zijn. Maar goed, nu viel het gelukkig mee. Dus ik heb niet het gevoel dat ik heel veel tijd verspild heb. Maar zoals ik al zei, ik heb met dit soort dingen altijd heel veel respect voor Enzo. Omdat als ik dan een keer de vlog overneem, dan heb je pas echt door hoe moeilijk het is. Ik bedoel, als Enzo een keer geen idee heeft wat hij moet filmen, dan probeer ik hem altijd te helpen. Of dan proberen we samen ideeën te bedenken wat we kunnen doen voor de vlog. Dus in principe ben ik er natuurlijk elke dag bij. En word ik ook echt volledig betrokken in het hele proces. Alleen Enzo is wel degene die die camera in zijn hand heeft en eigenlijk bepaalt wanneer hij wat gaat filmen. Nu, als je dan zeg maar zelf de camera mee hebt, dan kom je erachter hoe moeilijk het eigenlijk is om echt leuke dingen te filmen voor jullie. Want net als nu, dan ben ik helemaal naar Soesterberg gereden in de hoop dat er iets gebeurd zou zijn met een nieuwe woning. Maar dat is dus niet. Dus dan voelt het eigenlijk wel een beetje als een soort van tijdverspilling en ook wel een beetje als, ja, nu heb ik niks nuttigs gefilmd. Oh. Ook al vinden jullie het waarschijnlijk gewoon leuk om de woning überhaupt te zien. Dus dat scheelt in ieder geval. Maar ja, even terugkomend. Ik heb echt ontzettend veel respect voor Enzo. En heel eerlijk gezegd,
in principe doe ik het natuurlijk elke dag met Enzo. We filmen nou eenmaal ons leven samen. Alleen ik zou het denk ik niet kunnen elke dag met die camera maar op pad zijn. Dus bij deze, Enzo, ik ben super trots op je. En als jij thuis ook trots op Enzo bent, of als je het ook knap vindt dat hij zoveel en zo lang aan het vloggen is, dan laat het vooral even weten in de reacties. Ik denk dat hij dat wel echt super leuk gaat vinden als jullie een lief complimentje achterlaten. Want, zoals Enzo altijd zegt, complimentjes geven is gratis. En toen waren we ineens in de sportschool. Ik wou nog heel graag een workout video opnemen en ik had geluk. Ik kon nog bij Pim trainen, dus dat is echt top. Ik ga hier eventjes mijn matje klaarleggen, de camera neerzetten en dan ga ik nog een workout video opnemen. 2 workout video's zelfs. Wow, ik heb vandaag dan serieus gewoon 6 video's opgenomen voor KP Active. Niet normaal. En nog een vlog. Dus 7 video's opgenomen vandaag. Niet normaal. Ik denk dat ik vanavond echt heel erg lekker ga slapen. En het is inmiddels volgens mij 9:30. Dus Enzo zou ook zo wel klaar zijn met streamen. Dus ik wil eigenlijk ook zo snel mogelijk weer naar huis. Zodat Enzo en ik nog even samen lekker kunnen chillen. Dat waren 2 workouts. Ik ben kapot. Ik heb nog even snel een ander outfitje aangedaan. Ik had de eerste workout een blauw setje aan en nu de grijze. Nu ga ik me snel omkleden, dit opruimen en dan snel naar huis. Want ik werd net gebeld door Enzo dat hij al klaar was met streamen. Wat ik niet verwacht had. Hij zou tot 10:00 streamen, maar we kennen Enzo. Dat gaat meestal langer door. Maar hij was precies om 9:30 klaar. Dus ik ga me snel omkleden en dan snel naar huis. En dan kan ik nog even lekker chillen met Enzo. Even lekker serie kijken waarschijnlijk in bed en dan heerlijk slapen. Want het was wel een vermoeiend dagje. Zowel voor mij als voor Enzo natuurlijk. Want die heeft 10 uur lang, 10,5 uur lang gelivestreamd. A few moments later. Zo, omgekleed en dan is het tijd om te gaan. Ook alles opgeruimd. Het is weer helemaal netjes hier, dus daar zal Pim vast blij mee zijn. En dan zien we Pim, denk ik, maandag pas weer. Zo, daar zijn we weer. Hallo! Maatjes! Hallo. Hallo, hallo. Hello. How are you doing? I'm doing good. Hoe was de stream? Ja, nice. Ja? Ja, was echt sick. Was echt niet normaal. Zo, je bent gewoon 12,5 uur live geweest. Ja, en wat het meest sikke was eigenlijk. Ik zal even mijn groene petje opdoen, want dat hoort natuurlijk bij het outfitje. Wat het meest sikke was, is dat ik serieus een Victory Royale haalde. Dus gewoon een win met Fortnite. Op 12:12:12. Niet? Ja, ik zweer het je. Ja, dat was echt bizar. Huh? 12:00? Oh, qua stream. Ja, qua tijd. Ik was 12:12:12 aan het streamen. En precies toen boom, hadden we de laatste. En toen hadden we Victory Royale. Meen je niet? Ja, dat was echt super ziek. En toen dacht ik ook, okay, dit is gewoon perfect einde. Want... Ja. Dus ja, perfect. Gewoon iets langer dan 12:00, maar helemaal prima. Nou, dus, beter. Ja, super dus nice. Het was fantastisch. Ik voel me wel een beetje vaag. In de zin van gek of zo. In de zin van, je bent gewoon, ja, om 9:00 vanochtend stond ik op. Om 10:00 's ochtends ging ik op de computer. En het is nu 11:00 s'avonds. Ik ben net ongeveer 3 kwartier klaar. Ja, en gewoon niet buiten geweest, gewoon niks. Gewoon nee, alleen maar binnen gezeten. De dag alleen maar binnen. Ja. En ik heb alles opgeruimd hier qua Pokémon-kaarten. Dus lekker. Ik heb vuilniszak vol gevuld met troep. En ja, vroeger deed ik het best wel veel. Gewoon binnen zitten, gamen. Maar ik merk nu dat ik gewoon veel meer behoefte heb om ook naar buiten te gaan en alles. Snap ik. Maar ik vond dit wel super leuk om te doen. Nou, mooi zo. Het was ook echt leuk om te kijken. Ik moet zeggen, ik vond het wel moeilijk om de hele dag de vlog over te nemen. Ja? Ja. Maar ook omdat ik natuurlijk 4 video's heb opgenomen voor KP Active. En nu nog 2 video's voor workout video's. Ja, sick hoor. En dan ook nog de vlog. Ik wist op een gegeven moment niet meer waarvoor ik aan het filmen was. Ja, Jordi heeft er vast iets moois van gemaakt. Ja. Sowieso super lief dat je een poging wilde wagen om de vlog over te nemen. Dus hebben jullie genoten van de takeover van Mayo? En ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. Ik ga nu de computer afsluiten en ik denk dat wij lekker even naar bedje gaan. Zou ik een lekker bakje kwark maken? Nee, ik hoef niet. Ik ben helemaal goed. Echt? Ja, ik ben helemaal goed. Ja, jij hebt misschien wel trek na het sporten. Ja, ik heb wel trek, om 11:00 in de avond. Lekker. Maar ik ben wel een beetje moe, dus het is klaar voor vandaag. Dus lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag, zoals mijn moeder altijd zei. Morgen weer een nieuwe dag. Bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dus niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.